In today's episode, my uncles and aunties will try the lechon belly. I really crushed the tanglat like you said last time, so now all the juices come out. Mmm, smells so good. So I have cleaned this piece of baboy, and I'm gonna make some cuts so that it will be a little bit easier to roll it later and also absorb the flavors. Paminta. Asin. Maraming sibuyas at bawang. Let's roll it up. There we go. We can do this, guys. I almost forgot to put in the tanglat, but I was able to still put it in, guys. So it's ready. Let's put it in the oven. I'll add the leftover of sibuyas and bawang. Based on your recommendations, last time I'll add a little bit of star anise. Few. I present you the lechon belly. 2 hours long. Time to take it out. Exciting! I'm really excited how this one will look. Oh yeah, there we go. It looks pretty good. Now one of the tricks was actually let this cool off first and also pinch the skin with a knife. So I'm just pinching it a little bit. Puggy, don't take the lechon belly naman. So also some soy sauce. I will add a little bit of soy sauce on the baboy. So now it's time to put it back in the oven. 250 degrees for 1 hour, maybe 1.5. So to make it a little bit extra special, instead of regular rice, I will make a sinang nag. Ang bango. The garlic is getting brown. With lots of rice. So the sinang nag looks really delicious. So I'm gonna pack everything and then quickly go. Let's take out the lechon belly. Whoa, look at that. There we go. Woo! Whoa! Crackling. Crackling baboy. I'm super excited how this will turn out. So this is most likely the first time ever for them to eat Filipino food. So I'm preparing everything. Salad. So I will put the dressing. So we're preparing the lechon belly and the rice. Masarap, masarap. Lekker. Okay. 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 Nee, hoor, nee, is niet heet. Nee. Oh, so this lechon sauce. Mm. I hope you like it. Mm. I like it. I like it. Vindt u het lekker, man? Ja. Ja, ik vind het super. Oké, lekker. Hoe vindt u het, oma Martin? Ja, het is ook lekker, ja. Ja? Ja. Gelukkig. Ja. Masarap. 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 Oké. En dat is Masarap. De pork meat is called lechon belly. Ja. Slaap, ik vind ook heel lekker. Ja. Ik heb al een keer gehoord. Fantastisch. Wat ook leuk is, als je het met, gewoon met de hand erin indoopt, zeg maar. In die saus? Ja. Ja, met mijn nagels. Nee, dat heb je ook. Je varkens in de saus. Oh, dat doe ik wel. Nee, dat doe ik niet. Hey, maar, moet die saus, moet die hier overheen? Ja, dat is voor de varkens, ja. Oké. Dus deze saus, die moet er gewoon overheen? Ja, dat is lechon saus. Oké, de lechon saus. And if you use your hands, then they call it kung fu. Kung fu style. In the Philippines, they always use their hands. Hou ik ook wel van. Ja. Maar dan moeten we dit allemaal neerleggen. Met rijst ook. Oh, ja. Ja. Dus eigenlijk moet je dan eigenlijk alles zo eten met de hand? Ja, ook kan doen ze in dat... Oké. Ja. Dus in Filipijnen eten dat zo allemaal? Ja. Oké. Het is een heerlijk eten hoor. Oh, gelukkig. Je hebt één geluk. Ik hou echt heel erg van je. Heerlijk.
van mijn vrienden. Ik ga alles van mijn hand eten. Hoe vindt u de rijst trouwens? Is de rijst ook goed? Heerlijk. Ja? Dat is knoflookrijst. Filipijnse knoflookrijst. Heerlijk. Sinanak. The dog is so sweet. He's called Binky. Ja, heel makkelijk. Knoflookrijst. Het is gewoon een klein beetje olie in de pan. Knoflook erin. En dan de rijst. Dat is ook wel. Dat is wel heel makkelijk. Nee, dat is niet bakken. En een beetje zout. Maar niet bakken. Dankjewel. So, I hope you like this episode with my uncles and aunties. Trying the Filipino lechon belly. If you did not see the episode with my parents yet, where they also tried the lechon belly, you can watch it here. Maraming salamat po and see you next time with more Filipino food.